De Russen hebben volgens Oekraïne 42 dorpen veroverd in het oosten van het land. En op satellietbeelden van een Amerikaans bedrijf is een massagraf te zien bij havenstad Mariupol, die de afgelopen weken is uitgebreid met meer dan 200 nieuwe graven. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk om te horen. Het gaat om 4 rijen langs de weg van 85 meter lang, om er even aan te geven hoe groot zoiets is. Verrast het u? Eigenlijk niet. We hebben in Bucha de nodige verschrikkingen gezien in andere steden. Dus het is een beetje een patroon. Maar het is natuurlijk afschuwelijk om dit te zien, dat dit de manier is waarop de Russen de oorlog bedrijven. Ja. Het zijn eigenlijk ideeën waar we eigenlijk helemaal geen besef meer van hebben. Dit is niet zoals wij in het Westen in ieder geval oorlog voeren, wat op zich al verschrikkelijk genoeg is. Maar dat je burgers executeert of andere mensen executeert en dan op deze manier in een massagraf dumpt, dat is niet meer van deze tijd. En toch is dit wat daar gebeurt. Ja, verwacht u dat er onderzoek gedaan kan worden naar wat daar dan precies heeft afgespeeld? Het is nu natuurlijk heel onrustig daar. Maar als dat gebied ooit weer in de handen komt van de Oekraïners, dan zullen zij zeker daar onderzoek naar doen, zoals we dat ook in die andere steden hebben gezien. Het is maar de vraag of dat gaat gebeuren. En zolang de Russen daar zijn, zullen ze er alles aan doen om dat bewijsmateriaal, om het maar even zo te noemen, te verdoezelen. En ze hebben nu ook 42 dorpen veroverd volgens Oekraïne in het oosten van het land. Is het nog mogelijk dat Oekraïne dat terug verovert? Ja, ik heb Zelensky op televisie horen zeggen dat hij dat waarschijnlijk acht. Dat moeten we gaan zien of dat lukt. Het heeft alles te maken natuurlijk ook met de gevechtskracht van de Oekraïners. Blijft die zoals die nu is of gaat die toch minder worden als die aanvoer van wapens vanuit het Westen gaat vertragen of niet op tijd daar komt? Maar ik sluit niet uit. Hè. De Oekraïne heeft eerder al laten zien dat ze gebied wat de Russen al ingenomen hadden, dat ze dat terug hebben kunnen veroveren. Dus het zou zeer wel kunnen. Nou claimt Poetin ook de overwinning in Mariupol, terwijl er nog steeds Oekraïnse militairen en ook burgers trouwens in die staalfabriek zitten. Maar dat gaat hij niet meer aanvallen. Wel is het helemaal omsingeld. Wat betekent dat voor het lot van die mensen die daarin zitten? Ja, het ergste zou ik zeggen. Hij heeft gisteren op televisie met zijn minister van Defensie heeft hij een beetje een showverhaal nog gehouden van we gaan niet meer de catacomben in, we laten ze zitten, maar we sluiten het helemaal af. Nou, daarmee spreek je een oordeel uit al, of veroordeel je de mensen die daar zitten, de burgers ook die daar zijn, die gaan een verschrikkelijk lot tegemoet. Zeer opmerkelijk. Van honger en dorst. Die worden uitgehongerd, die hebben geen voedsel meer, geen drinken meer. Dus die mensen die sterven daar. Zeer opmerkelijk dat de president van de Russische Federatie op televisie eigenlijk dat uitspreekt dat hij dat gaat doen. Dat zou ook het International Criminal Court moet daar in ieder geval goed naar kijken. Want volgens mij is dat gewoon een opdrachtgever tot een oorlogsmisdrijf. Ja. Maar goed, dat zullen we zien hoe dat gaat. Maar we moeten voor het ergste vrezen. Is dit nog iets, een punt van onderhandeling bijvoorbeeld, waar ze het nog met elkaar over kunnen hebben, dat er toch wordt gezegd, oké, er komt een corridor en die mensen kunnen toch nog gered worden? Ja, maar goed, wat hebben we nou in de afgelopen tijden gezien van beloftes van Poetin en corridors die vervolgens vluchten mensen langs die corridors worden onder vuur genomen? Ja. Dus ja, wat heeft het woord van Poetin of van commandanten daar ter plekke nou nog voor waarde? Dus ik hoop dat ik het fout heb, maar ik ben zeer pessimistisch. Ja, en hoe pessimistisch bent u over hoe het verloopt verder in het oosten van Oekraïne? En dan bedoel ik, hoe snel kan Poetin nog meer successen boeken? Ik denk dat hij in ieder geval op die beroemde 9 mei dag, de dag van de overwinning van de Russen op de Nazi-Duitsland, dat hij dan toch nog wel met een prijs wil komen. Hij wil dan tegen het Russische volk kunnen zeggen van, kijk eens, we hebben nou de Donbass bevrijd, we hebben de aansluiting naar de Krim hebben we over land hebben we zeker gesteld. We hebben wederom de naties verslagen, zo zal hij dat brengen. Dat is denk ik het belang op korte termijn. En wat als dat niet lukt? Dat lukt hem, want hij verklaart gewoon de overwinning, ongeacht de situatie op de grond. Hij zegt, dit hebben we bereikt. Zoals hij eigenlijk ook nu in Mariupol deed. Ja, wat van belang is dat we daar goed doorheen moeten kijken. Want hij heeft nog steeds zijn lange termijn strategie, heeft hij niet teruggenomen. Hij vindt dat Oekraïne niet van de Oekraïners is. Ja. En dat het eigenlijk van Rusland is. En dat het terug in het Rijk moet komen. Dat is er nog steeds. Dus ook dat maakt me heel pessimistisch over een vredesakkoord. Wat is een vredesakkoord waard met een partij die jouw bestaan gewoon ontkent? En die zegt dan eigenlijk zijn jullie er helemaal niet. Nee. Dus dat betekent dat hij tijdelijk stopt en over 2 jaar of 3 jaar weer begint.
Ondertussen blijven verschillende ministers met hun buitenlandse collega's natuurlijk overleggen. Ook minister Kajsa Longren praat met haar Duitse collega minister van Defensie vandaag. Ik vind het heel belangrijk dat we samenwerken met de Duitsers. De Duitsers is voor ons een belangrijke partner. Ze hebben ook zelf een grote stap gezet, een grotere defensieuitgave, het welleveren van wapens ook aan Oekraïne. En daarin blijf ik met hen in overleg en wil ik heel graag met de Duitsers samen optrekken. Dat we eigenlijk vanaf de eerste dag van de oorlog hebben gezien dat die eenheid in Europa heel hecht is. Dat de Europese Unie zich echt opstelt als een partner van Oekraïne. En we hebben inderdaad besloten om ook panzervoertuigen beschikbaar te stellen. Wij doen dat niet alleen. Er is eigenlijk vanaf dat moment een constant transport geweest vanuit Nederland, maar ook vanuit heel veel andere landen. Daar gaan we gewoon mee door. Ja. Wouter, er is natuurlijk veel te doen geweest van tevoren over Longren, of zij wel geschikt zou zijn voor deze positie. Krijgt meteen deze crisis toebedeeld. Hoe doet ze het, vind jij? Ja, ik weet niet of we daar nu al een heel duidelijk oordeel over kunnen vellen. Ik denk wel dat ze heel erg haar best doet. Ik denk ook wel dat ze zich realiseert dat na toch een niet zo lekker verlopen ministerschap van Binnenlandse Zaken, dat ze nu eigenlijk een herkansing heeft gekregen van haar partijleider Sigrid Kaag. Tot nu toe, voor zover we weten, geen grote ongelukken gebeurd. Maar een heleboel dingen over wat er bij Defensie soms misgaat, horen we meestal niet de dag daarna, maar een tijdje later. Nou. Toch, meneer Berlijn? Ik vind dat ze het goed doet. Okay. Dat goed. Is dan bij deze even gezegd.